In deze video deel ik graag met jullie het verschil tussen twee prepproducten van Abstract en dat zijn de PH Nail Prep en de PH Nail Scrub. Beide gebruik je dus bij de voorbereiding van de nagel, maar wat is nu het verschil? De PH Nail Prep die gaat de nagel ontvetten en ontvochtigen en zorgt voor de ideale pH-verhouding van de natuurlijke nagel. Dat is echt een goede voorbereiding. Die zit in een flesje met een penseeltje, daar kan je niet te veel van nemen, het zijn van die nylon haartjes. Aanbrengen hoeft niet in de lamp en dan krijgt de nagel zo een mat, kredachtig uiterlijk. Andere optie is de PH Nail Scrub. PH Nail Scrub gaat ook reinigen en ontvetten. Zorgt ook voor de ideale vochtbalans. Ook een perfecte voorbereiding. Deze zit in een pompflesje, dus daar ga je een wipe op leggen, pompen en over de nagel gaan. Daar is trouwens een techniek voor. Ik heb geen wipe bij de hand, maar je neemt je wipe onder je twee vingers. Duw de twee vingers een beetje bij elkaar. Duwen. En dan ga je die twee vingers met de wipe zo op die manier scrubben. Het middenstuk krijg je toch wel mee met de wipe. Maar op die manier worden de zijkanten, de zijwallen, veel beter gedehydrateerd. En dat is iets wat veel mensen missen, want ze gaan eigenlijk het midden vooral scrubben. Dus op die manier de zijkanten. Denk er ook aan, gebruik één wipe per hand. Ga niet te gierig zijn, ga niet één wipe gebruiken voor de volledige set. Want dan ben je op een duur niet de goede meer aan het werken. Gaat het resultaat niet optimaal zijn. Beide producten zijn niet hetzelfde. Ik hoor wel eens zeggen dat de scrub, dat dat gewoon prep is in een flesje. Klopt niet. Ingrediënten zijn anders. Dit is butylacetaat en dit, even spieken, ethylacetaat. Werking is iets anders. Deze is vooral geschikt voor vettere nagelplaten, voor mensen met, wanneer je gebruikt die nodig, voor mensen met heel, ik kom totaal niet op het woord, heel klamme handen. Dus als er een nieuwe klant komt en je merkt, die heeft al zo'n beetje van die zweethandjes, neem dan de scrub. Want met de scrub, door zo te doen, ga je ook de zijwallen meteen mee dehydrateren. En dat gaat bij die klanten een beter effect geven. Hetzelfde voor bijvoorbeeld nagelbijters. Mensen die constant met hun nagels in hun mond zitten. Ik gebruik daarvoor de scrub. En wanneer ik ook nog scrub gebruik, is voor mensen waarbij de schablonen niet goed blijven zitten. Juist omdat ze van die klamme handen, klamme vingers hebben. Dan ga ik met de scrub ook wel eens over de vinger, zodat mijn schabloon beter plakt. Dus het is een beetje bij 95% van de klanten hangt het ervan af waar werk je liever mee, flesje of pompje. En dan bij die 5% met extra vette nagelplaten, nagelwallen, gebruiken we de scrub. That's it!